Hoi! In deze aflevering ga ik je laten zien hoe ik mijn uh, lavendels snoei. Vleden jaar in uh, begin april heb ik ook deze lavendels gesnoeid. En toen zagen ze er zo uit: ongeveer vergelijkbaar met wat ik uh, dit jaar heb gedaan. En dan eind juli hebben ze prachtig gebloeid. Zo zagen ze eruit. Ze zagen er ook best wel mooi uh, jong uit, zonder te veel verhoud te delen. Misschien vind je het wel leuk om te weten dat ik deze drie lavendelplanten zelf heb gekweekt. Ik heb ze gestekt uit van een lavendelplant van mijn voortuin. Ik zal daar even snel iets over vertellen, want misschien vind je het wel leuk om dit te weten. Want zo kan je natuurlijk aan gratis planten komen. Stekken betekent dat je een tak van een plant knipt en dat je die laat wortelen en uitgroeien tot een eigen plant. Ik heb de twee rechter lavendelplanten gestekt en in potten verzorgd en de linker lavendelplant heb ik gestekt en in de grond uh, gestopt en in de grond laten ontwikkelen om te kijken uh, wat het beste zou werken en een betere plant zou opleveren. Uh, wil je dit zelf ook doen, dan is het wel handig om te weten dat het uh, zelf stekken of zaaien van lavendel, dat het dan drie jaar duurt voordat je echt een hele mooie plant hebt die al mooi begint te bloeien. Zo zagen mijn drie lavendelplanten er eind maart uit. Nou, het valt je op dat de rechterplant het niet zo goed doet. Die heeft echt te weinig ruimte. Het zou denk ik beter zijn om, deze, uh, om de tweede plant op te graven en iets meer naar rechts te verplanten. En dan de derde plant helemaal weg te halen. Maar goed, eind maart vond ik al een mooi moment om het te gaan snoeien. Waarom heb ik dus voor dit moment gekozen? Nou, dat verschilt eigenlijk per jaar, want dat heeft natuurlijk met het weer te maken. Het ene jaar is kouder of warmer dan het andere jaar. Maar wanneer ik dus zie dat mijn lavendelplant bovenin de toppen al groen begint te worden, dat is het moment waarop ik dan besluit om goed te gaan snoeien. Wanneer het goed koud is in de winter, wordt je lavendel ook wat meer grijs-zilver, want dan lopen er dus geen sappen door de plant. De plant is dan in rust. Maar je kan het hier heel goed zien. Uh, je ziet in de toppen dat het echt al heel mooi lichtgroen begint te worden. Dus de plant is wakker en begint aan te slaan. Nou, een prima moment dus om dit te gaan snoeien. Hier in de plant valt er al wel het een en ander te zien... in de vorm van uh, jonge groene stukken die dus nu mooi gaan groeien. Nou, deze worden dus uh, ook mooie takken die dan jong zijn. Dus niet de verhouten delen die je hier nu ziet. Nou, daar maak ik dan dus mooi gebruik van om mijn plant steeds jong te houden... En ik heb dit ook zoveel mogelijk geprobeerd te bevorderen door een paar weken geleden al het een en ander aan takken weg te halen. Juist zodat er meer licht hieronder in de plant zou vallen om de groei hieronder in te bevorderen. En dan nu natuurlijk het snoeien. Ik kijk dus iedere tak en dan bij de tak ga ik kijken waar ik dus nog groene stukken zie. En daar net daarboven, daar knip ik dan dus de tak af. En uh, zo snoei ik dan mijn hele plant. Ik ga dan met mijn snoeischaar tak voor tak langs en dan uh, snoei ik dus iedere keer net boven de groene stukken. Nou is je lavendelstruik heel groot, dan kan ik me voorstellen dat je dus liever een heggenschaar pakt. Dan kijk je dus ongeveer tot waar uh, de groene delen komen en dan begin je daarvoor met je heggenschaar uh, de plant te snoeien. Dan zie ik hier onderin een tak van Jaar, die dus eigenlijk op de grond is uh, blijven hangen. En daar zelfs grond overheen is uh, gegaan. En dat wordt eigenlijk een eigen nieuwe plant, want je hebt dus al kunnen zien hoe goed lavendeltakken kunnen stekken. Dit is dus gaan wortelen en een eigen nieuwe plant geworden. Dus ik ga dit gewoon helemaal uh, snoeien. Dan kan je zien wat ik met mijn gesnoeide takken doe. Die knip ik in kleine stukjes en die laat ik hier liggen op een uh, strook met uh, zure planten, zoals verschillende hortensia's. Um, dit is voor mij even een experiment. Ik ben nu een jaar bezig te kijken of ik um, deze strook kan onderhouden met um, eigenlijk alleen maar biologisch. Dus zonder toevoeging van plantenvoeding en geen uh, compostgrond, ook geen turf bijvoorbeeld, maar alleen met uh, gesnoeid materiaal en uh, koffiedik. De plant is goed gesnoeid en ik heb het ook in een bolvorm uh, gesnoeid. Als ik zo om de plant heen loop, kan je dus zien hoeveel uh, ruimte er nu in de plant is. Dus er kan heel veel uh, zonlicht nu in de plant vallen. En daardoor gaat er dus ook van binnenuit uh, de stukken die je al groen zag, die zullen nu bevorderd worden om uh, goed te gaan ontwikkelen. En dat worden dan mooie uh, nieuwe takken. En zo weet ik mijn lavendelplant toch ook wel weer hier en daar jong te houden. Vooral ook omdat ik al weken geleden uh, een aantal oude takken heb weggehaald. Als laatste stap ga ik nog even goed in de plant kijken, want hier en daar zie ik wel wat ile takken. En aan nou, die takken heb ik toch niet zo heel veel, dus dan kan beter de energie in de plant blijven en verspreid worden over de goede takken die er nog resten. Maar ook dat de energie dan gaat naar de jonge nieuwe takken die de plant binnenin zou kunnen aanmaken. Dan ben ik helemaal klaar met de eerste plant. Die is dus uh, mooi gesnoeid. Ook alle illetakjes takjes zijn dan weggehaald. Je kan uh, ervoor zien hoeveel takken ik ongeveer heb weggehaald bij het uh, snoeien. Nou ja, en naast staat natuurlijk de tweede lavendelplant. Dus die is nu ook aan de beurt. En die ga ik volgens dezelfde stappen snoeien. Zoals je net uh, mij de eerste plant hebt zien doen. Mooi, en zo zit de snoei van deze twee lavendelplanten er weer op. En komen we weer terug naar uh, het beeld aan het begin van deze video. Alleen heb ik je toen de beelden laten zien van verleden jaar begin april. En toen zag het dus na de snoei ongeveer net zo uit. Heb je ook een beetje een idee hoe straks de bloei eruit gaat zien in de zomer? Uh, mocht jij dus ook geïnteresseerd zijn in moestuinieren, en uh, bijvoorbeeld uh, lid zijn en subscriber van mijn YouTube-kanaal, dan zul je waarschijnlijk deze zomer uh, vanzelf de bloei van deze twee planten zien wanneer je mijn gekweekte tomaten langs ziet komen. Want die ga ik natuurlijk hiervoor plaatsen. En ben je net als ik ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden om biologisch te tuineren? En ben je benieuwd hoe mijn strook, die ik hier dus aan het experimenteren ben, werkt? En hoe dat eruit ziet qua bloei van de planten? Ik zou zeggen: subscribe mijn kanaal, word lid van mijn kanaal. En je ziet vanzelf de beelden langskomen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.